Welkom bij een nieuwe piepshow met een aantal onderwerpen vandaag onder het motto onrust. Menselijke onrust, onrustgevoelens bij mensen. Ja, er zitten weer een paar hilarische bij. Echt, als je denkt dat de industrie niet gekker kan worden of maffere dingen doet, dan gaan ze altijd toch nog weer in de overtreffende trap. Ik vind het zo leuk. Je hebt toch die term van clown world, weet je? En dat ging altijd over corona en weet ik wat, een rare overheid zit. Maar die shit werkt ook voor de gamesindustrie. Het is zo absurd aan het worden allemaal, weet je? Ik bedoel, het zit een beetje in een kramp. Maar als wij nou 3 jaar geleden een item hadden gemaakt en we hadden gezegd van nee, maar Microsoft die koopt gewoon Activision en Bethesda en zo. Dan had je gezegd, nee man, helemaal niet. Xbox is heel klein. Hadden we gezegd dat er van luister, er is geen PlayStation kan niet genoeg consoles maken om gewoon aan de basic vraag te voldoen. Ja. Dan hadden we ook gezegd van dat kan helemaal niet. Nee. En dat, maar goed, het is, het is een weirde tijd. En of dat daarmee te maken heeft, ik denk dat het de combinatie is tussen de kramp in economisch gezien binnen de gamesindustrie. Plus nog eens een keer de maatschappelijke kramp waar mensen op allerlei manieren in zitten. Hè, met inclusivity. En dat hoort allemaal bij elkaar. Hè? Dan moeten we misschien een keer een item afmaken. Maar die dingen staan niet los van elkaar. Ja, nee. Nou ja, wie weet gaan we dat nog een keer doen. Laten we een beetje droog beginnen. En dat is gewoon het uitstel van Starfield en Redfall. Alhoewel de laatste natuurlijk dan, vind ik, wat minder belangrijk. Maar Starfield is uitgesteld naar eerste halfjaar 2023. Ik denk dat het dan aan het eind van het halfjaar gaat zijn. En niet in februari, want dat is dan weer te kort tijd. Ik denk dat het 2024 gaat zijn. Nou ja, weet je waarom? Waarom denk je dat, dat het is uitgesteld? Nou ja, kijk, dat is nu een beetje de vraag. Hè? Phil Spencer heeft er, laat ik het zo zeggen, dus dit kwam naar voren. Nou, dan krijg je een soort van dynamiek. Mensen gaan natuurlijk reageren op social media. Je had een aantal mensen die zeiden, nou, zie je wel, weet je wel, Microsoft heeft nog steeds geen games. Waar wat voor te zeggen valt, want dit was de grote najaarrelease die er nu niet gaat zijn. Dus dat is echt pijnlijk. Ze hebben content nodig om die Game Pass molen draaiend te houden, die hype. En dit zou een hele grote hype train worden. Nou, dat gaan ze nu ook niet lukken. Aan de andere kant heb je natuurlijk de dynamiek van steeds meer games die uitkomen, terwijl ze nog niet af zijn, waar gamers gewoon helemaal klaar mee zijn. Ja. En eigenlijk haakt Phil Spencer aan bij deze die stroming die zegt van jongens, ik had het graag gewild, maar die game is gewoon nog niet af. En dat moet je respecteren, want ik respecteer jullie en ik wil jullie niet iets verkopen wat niet af is. En nou, daar is dan weer kritiek op. En dan zeggen andere mensen, ja, doet hij het een keer goed? Weet je, waarom kan je daar nou kritiek op hebben? Nou ja, het feit is, de industrie lijkt er maar niet in te slagen om games op tijd af te krijgen. Nou, en daar mag je, vind ik, wel kritiek op hebben, want had dan niet gezegd. Ja, dat is een beetje de vraag. Ik ben te weinig developer van, kun je op een gegeven moment al zien dat zo'n game 2022 niet gaat halen? Maar je gaat ervan uit dat het een technische oorzaak heeft. Voor hetzelfde geld hebben ze gewoon zoiets van, nou, de installed base is te laag. Weet je, waar we het heel vaak over hebben gehad, omdat die games of die chips niet leverbaar zijn. Ja. En er gewoon nog een hele grote vraag is naar Xboxen. Ik weet het niet helemaal, want bij Xbox moet ik wel zeggen, de Series S ligt wel gewoon in de winkels die kun je gewoon kopen. Dus nou ja, goed, dat hoeft niet te betekenen dat het daaraan ligt. De game komt wel naar de PlayStation 5, want het is geen is het nou wel of niet? Dan ben ik het even vergeten. Volgens mij is dit wel een exclusief, dus dan laat ik daar even niet over hebben. Hij zegt ook, these decisions are hard on teams making the games and our fans, while I fully support giving teams time to release these great games when they're ready. We hear the feedback, delivering quality and consistency expected will continue to work better, meet those expectations. Nou, maar Google is om te kijken of die PlayStation, want ik denk namelijk dat hij inderdaad op de PlayStation 5 komt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat er een PlayStation logo stond tijdens die Bethesda presentatie in 2018, volgens mij was dat. Of misschien was dat 2017, ik weet het niet. Het is een lang geleden in ieder geval. En dat zou namelijk nog veel meer verklaren waarom die uitgesteld is. Nee, omdat hij is uit, exclusief. Exclusief voor de Xbox. Ja. Oh, dus en het verhaal gaat dan een beetje dat eigenlijk Bethesda al bijna een deal had met Sony om het een jaar platform exclusief te maken voor PlayStation. Ja. En toen is de hele token overkocht en nu keerst om Call of Duty. Dat brengen ze wel multiplatform uit. Ja. Omdat die toch te groot is. Ze vinden dit wat meer een specifieke titel. Dus dit was een absolute... zeker voor een maand hadden heel veel mensen Game Pass genomen om deze game te gaan spelen. Maar laten we, dat kan ik me niet voorstellen. Weet je? Ik bedoel, als je de Game Pass neemt voor een game die pas over een half jaar uitkomt. En daarnaast, ik bedoel, waar hebben we het over? Ze zeggen zelf een half jaar uitstel. Maar dat is toch niks? Weet je? Ik bedoel, wanneer is een grote titel zoals dit niet uitgesteld? Maar, dat gebeurt toch heel veel? Dat is het gevaar. En ik denk dat het probleem in zit. Want
Ook Zelda is uitgesteld. Dus we hebben eigenlijk 3 grote games dit najaar. Dat waren Zelda, God of War, Ragnarok en Starfield. Daar zijn er nu 2 al van weg. Het zou me helemaal niks verbazen als God of War ook uitgesteld wordt. Meer vanuit het oogpunt van die installed base die gewoon nog niet lekker is. Absoluut zo. En dan vraag je wel af van dat probleem wordt steeds malen groter. Daar ga ik wel nog een keer een item over maken. Over van moet je überhaupt nog een release datum van tevoren geven? Of moet je wel? Gewoon, tuurlijk moet dat. Ja? En, het verheugen. Maar dit is. Ik heb zoiets van: dit is. In een ander tijdperk had dit nieuws niet eens de piepshow gehaald. Mm-hmm. Niet vanwege dat die game niet groot is, want Starfield is huge. Maar meer gewoon van dat een half jaar uitstel is. Is toch niet iets om raar van op te kijken. Nee. Zeker bij zo'n groot project, weet je. En ik bedoel, los van alle wat er allemaal aan de hand is, weet je. De overname van Bethesda. Misschien is er intern van alles veranderd. Zijn die studios gereshuffled, weet ik veel. Je weet het niet, maar al die dingen kunnen natuurlijk meespelen in dat zo'n project wat langer de tijd nodig heeft. Ja, ik heb hier nog even een stukje. Dat is dit gedeelte. Last spring before E3, I spoke to some folks on Starfield who were extremely worried about committing to an 11/11/22 date. Based on the progress they made so far. Next Cyberpunk was the term floated. Er komen nu ook wat anonieme verhalen naar voren. Dat inderdaad die game gewoon nog lang niet klaar is. En Bethesda heeft natuurlijk na Skyrim toch een aantal floppers gemaakt. Hè? Met onder andere natuurlijk gewoon. Dan moet ik even nadenken wat was het ook weer. Fallout 76 inderdaad. Ja, dus hun is legacy staat ook een beetje op. Van ze kunnen zich niet permitteren om nog een keer een game zoals een Starfield onaf op de markt te leggen. Ja, maar dat was iets anders. Ik bedoel, Bethesda heeft er een handje van. Ze hebben hun eigen studio, weet je. Daar worden de Elder Scrolls games gemaakt. Weet je? Daar is bijvoorbeeld Fallout 4 gemaakt. Daar wordt nu ook Starfield gemaakt. Dat is top-notch kwaliteit. Mm-hmm. En daarnaast hebben ze er een neiging van om projecten ook uit te besteden. En dat is bijna altijd kut. Ja. Weet je, en dan heb je nog de twijfelgevallen zoals Arcane Studios, die toen Dishonored hebben gedaan, wat echt geen kutte game was, maar ook niet het succes wat ze verwacht hadden. Dus, maar die echte Bethesda Game Studio games, dat is top-notch. Dus je hebt daar wel vertrouwen in? Ja, ik heb daar heel veel vertrouwen in. En ik bedoel, wat dat betreft, denk ik van, zij zijn geen CD Projekt Red. Microsoft is niet het soort bedrijf die een game niet af uitbrengt. Nee. Ik weet ook dat. Ik heb daar een keertje over gesproken met iemand die heet John Dongelmans. Hij is een Nederlander en hij werkt bij Microsoft. En wat hij doet, hij is verantwoordelijk voor begeleiding van die studio's. En de lat bij hun ligt gewoon heel erg fucking hoog. Mm-hmm. En dat is opvallend, weet je? Dat is echt opvallend. En. Ja, weet je, CD Projekt Red is een. Dat was een heel ander. Ik bedoel, als je kijkt dat de financiering van dat bedrijf samenhing met die release in die window. Ze stonden met hun rug tegen de muur. Ze konden niet doen. Ja, nee. Microsoft, totale tegenovergestelde. Mm-hmm. Ik bedoel, geld speelt geen rol. De kwaliteit van de games is belangrijker dan de release window. Ja. Het gaat sowieso goed met Game Pass. PlayStation is nergens te zien. Die kunnen geen eens hun consoles in de winkels krijgen. Microsoft, het gaat Microsoft voor de wind. Waarom zou je dan niet wat extra tijd nemen voor zo'n triple-A game? Draait om. Dit is het moment om Sony te pakken. Ja, eens. Tuurlijk. Ja. Maar... Nou, wat je ziet is, ik snap het. Ik ben het ook met je eens als die game niet af is. Alsjeblieft, stel hem gewoon uit. Want dit is iets wat we willen spelen, wat goed is. Ik hoef niet nog een Cyberpunk. Ik hoef dat echt niet. Exact. De vraag is nu, gaat Microsoft een beetje in de kramp schieten? Want ik las dan net weer het gerucht dat ze bijvoorbeeld nu versneld misschien dan met een Gears of War remake gaan komen. Weet je, om dan toch die feestmaanden... Ja, maar dat blijft toch een beetje het oude denken. En, maar ze hebben nu 52 studio's die bezig zijn met titels. Ja, niks nog af voor 2022. Maar goed, we gaan het natuurlijk 12 juni zien tijdens de persconferentie. Ja. Maar dat is ook een ding. Ja. Wat hebben we nou helemaal van Starfield gezien? Niks. Weinig, geloof ik. Minuut beeld. Ja, daarom. Een soort sfeerbeeld. Dus dat is ook zo'n ding. Waar verheug ik? Bedoel, ik weet zeker, jij verheugt je op een heel andere game dan ik. Ongetwijfeld. Omdat we gewoon geen idee hebben. We gaan maar fantaseren over wat het gaat zijn. Op zich niet slecht, maar Microsoft moet nog helemaal beginnen met dat traject. Ja. Weet je? En ik weet dat op een gegeven moment was het hip om dat zo kort mogelijk te houden en dan 3 maanden van tevoren pas begint te communiceren. Ik heb zoiets van, nee, die shit is voorbij. Die tijd is voorbij. Als mensen
mensen zich nu verheugen op Starfield, gaan ze nu Game Pass afsluiten. En ja, goed, als Starfield over een jaar komt, of over 2 jaar komt, of 3 jaar komt, dat verheugen gaat niet minder worden. Ik wil, je kunt absoluut je kunt het verspelen. Mm-hmm. Je kunt absoluut dat momentum kwijtraken. Ja. Maar om heel erg te zijn, dat is bij Starfield nog lang niet aan de gang. Ze zijn niet eens begonnen met het bouwen van momentum. Dus nee. Daarom denk ik ook, hij gaat ook niet eerste helft volgend jaar uitkomen. Hij gaat gewoon op zijn vroegst eind volgend jaar uitkomen. En misschien nog wel veel later. Ja, goed, dat weet ik niet. Twee dingen strategisch gezien. Dat ze het nu zeggen is niet raar. Omdat 12 juni, nou dat is pak een beet. Klein maandje. Dan gaan ze wel dingen van Starfield zien. En dan gaan we weer heel enthousiast worden. En nee, maar exact. Dus, wat wordt dit vreed? Mensen zeggen altijd, waarom zeggen ze dat daar niet? Omdat dat is een nekslag voor de enthousiasme die de beelden. Dus dat ga je nu doen. Mensen zijn allemaal pissed off. Dan over een week dan zijn ze teleurgesteld. Een week daarna zijn ze nog een klein beetje zuur. En een week daarna gaan ze weer hyped worden. Dus dat is tactisch gezien. Er zijn er ook mensen die zeggen, ja, dat wisten ze allemaal van tevoren. Nou, ik weet het niet helemaal, want ik heb deze week toevallig nog met een PR-bureau zitten steggelen over een campagne. Gewoon op bannering en dat soort dingen allemaal. Van omtrent Starfield. Dus, ja, maar die mensen weten net zo weinig als wij. Dit is echt bij de intimie. Dit is boven in het management weten dit. Ik denk zelfs dat developers dit ook pas geleden hebben gehoord. Zeg maar, gewoon mensen die gewoon aan het programmeren zijn, die zijn gewoon bezig. Maar die zijn blij, want die hebben gewoon zoiets van Jezus Christus, we moeten over weet ik veel, 4 maanden een game uitbrengen die nog lang niet klaar is. Ja. Ja, die hebben meer tijd nodig. En daarom vind ik dat half jaar, het is veel te kort, man. Ik bedoel, als jij een game uit wil brengen op een bepaalde datum, dan ben je weken van tevoren ben je al bezig. Ja. Dan wordt het artwork gedrukt en de doosjes en de discs en weet ik veel. Dat moet ook allemaal naar de winkels toe verscheept worden. Dus dat duurt weken. Dus als zij zeggen van ja, Q1, wat zijn de eerste helft of Q1 20? Nou, de eerste helft. En de eerste helft loopt tot en met januari, februari, maart, april, weet je dat zeker? Mei, juni. Weet je dat helemaal? Eerste helft. Eerste helft, first half, 20. Dus het maar kan helemaal naar juni gaan. Is het fiscal year of is het het jaar? Want het fiscale jaar loopt namelijk in... Tot april. Dat is het fiscale jaar. Nee, in Amerika tot en met juni. Ja, ze hebben in ieder geval gezegd first half... 2023. Ja, oké. Okay. Als ze niet zeggen fiscaal jaar, dan... Even kijken hoor. Bab, of het hier nou op staat. Delay. Spiraling into the far reaches of 2023. The far reaches. Ja, dat is gewoon eind 2023. Hij is gewoon een heel jaar uitgesteld. Dat zou dat, ja, nee, dat denk ik ook. En, dan denk ik dat ze gezegd hebben van de eerste helft van het fiscale jaar 2023. Ja. En dat is inderdaad tot eind... vreemd genoeg, Microsoft. First half of 23. Launch window. Nou, misschien hebben ze het verkeerd begrepen. Ik weet het niet, maar... Nee, maar dat is wel vaak een fout die wordt gemaakt. Ik denk wel, als je zo'n game uitbrengt, dit is een najaarsgame. Dit ga je niet midden in de zomer doen. Dit ga je ook niet ergens in april doen. Het moment is gewoon hiervoor oktober, november. Ja. Ik vind het niet raar. Ja, gewoon puur om het feit dat, dat het een hele grote release is. Ja. En dat ik niet me kan voorstellen dat ze daar risico mee gaan nemen. Dus als die game niet... absoluut helemaal 100% klaar is, dan krijg je uitstel. En ik vind een jaar uitstel bij zo'n gigantisch project vind ik helemaal niet vreemd of zo. Nee, en ja, dus heel veel mensen, natuurlijk komt er niks op de Xbox, PlayStation 5, daar komt eigenlijk ook alleen maar God of War uit. En wat ik wel grappig vond, David Jaffe, dat is de man achter God of War, dus eigenlijk iemand die veel voor de console heeft gedaan. En de laatste tijd een beetje de kont tegen de krip gooit, tegen alles en nog wat in de industrie. For the love of God, gamers, please listen, save up your cash and when you can afford it, buy a damn PC for gaming. Delays mean nothing for PC gamers, because there's always new stuff to play, like every day there is new stuff. Ja. Ben je het daarmee eens? Helemaal, 100%. Behalve één ding. En dat is dat een game spelen op PC is echt wezenlijk anders dan een game spelen op een console. Zeker. Gewoon omdat je op je bank met een joint in je handen achterover gecrashed in een met de controller in je hand is een heel andere ervaring dan op je bureaustoeltje zitten voorover gebogen met een kopje thee proberen geen wiet in je toetsenbord te kruimelen. Weet je? Ik bedoel, dat is gewoon een heel andere ervaring. En dat en beide is vet. Maar ik ben bijvoorbeeld iemand, ik ben heel erg naar gamen voor ontspanning toegegaan. Mm-hmm. Dus daarom dat ik ook van die mindless bullshit zoals Tiny Tina, weet je, nou, ik schreef, er is niets meer voor me te doen in die game. Dan denk ik gewoon, en nog steeds speel ik het omdat het me ontspant. En het biedt geen enkele uitdaging. Dus dat vind ik steeds meer. En dat heb ik wel met PC gaming.
Daar heb je dat ook, maar dan vind ik dat wat meer in strategy games bijvoorbeeld. En die zijn toch vaak, ja, dat zijn niet altijd games waar je gewoon knetterstand gaat zitten staren naar die shit. Maar goed, Starfield vind ik een heel goed voorbeeld van een, ik weet niks van die game, maar dat kan beide kanten op gaan. Want dat kan ook het soort game zijn, net als Star Citizen of EVE Online, weet ik van die games waar je gewoon heel erg in opgezogen wordt. En dat, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Nee, maar PC, ik heb het ook al gezegd toen ik hier even de Steam Deck had. Ik ben daar niet zo in wegwijs, maar toen ik dat zag, je hebt daar zo ontzettend veel games om te spelen. En dat is wel zo, op de console heb je gewoon wat minder keus. En focussen mensen zich zo heel erg gauw op die grote games. En als die dan wegvalt en in één keer lijkt het alsof er niks is, is niet helemaal waar. Maar ik begrijp het wel. Goed, gaan we naar, dit vind ik dan wel weer het meest bizarre van deze week. Activision Blizzard, er gaat zoveel mis daar allemaal. Elke week is er wel weer nieuws. En nu weer iets nieuws. Hou je vast, Bos. Ja, ze hebben namelijk serieus een inclusivity tool daar gemaakt. Een tool, inderdaad. En, is het een groot hakmes waar je ballen van mee afvoert? Nee. Serieus, dit is gemaakt door King. Ik ga het zo laten zien. Dit is geen bullshit verhaal. King, dat is een van die bedrijven die maakt casual games. Je weet het, de hele gamesindustrie die zucht een beetje onder het inclusivity verhaal. Namelijk, alle rassen moeten erin voorkomen. Alle gedaantes moeten erin voorkomen. En hoe doe je dat nou? Want ja, als je dan... Je wil wel politiek correct zijn. Als je een witte man bent, dan zie je dat misschien gewoon niet helemaal lekker. Body type telt mee in... En wat ze dus serieus gemaakt hebben, is dus een tool waarin je, als je dat gewoon dingen invoert, van het zit zo, er zit een zwart mannetje in, er zit een geel mannetje, dan worden daar aan de hand van punten, wordt dan getest of jouw game dus wel inclusief genoeg is. En vervolgens kun je dat dus gaan aanpassen. Nou, maar dit gaat over je human research. Dit gaat over hoe je je aannamebeleid doet. Dus iemand die wil... Nee, dit is games. Dit gaat om game characters, serieus. Dit gaat niet om je aanname, dit gaat echt om game characters. Dus hier, precies. Het grappige is, mensen begonnen... Maar er staat just hire more minorities, you fucking weirdos. Nou nee, oké, daar kom ik zo op. In eerste instantie kwam dit bericht op social media en iedereen zei, kom op, dude, leuk gefotoshop, maar dit kan niet. En vervolgens reageerde Activision er zelf op. Hij bestaat namelijk. Het is namelijk de zogenaamde King's Diversity Space Tool. En de man zegt dus van, ja nee, dat hebben we wel, maar dat gebruiken we niet in onze games. Maar inderdaad, door punten te geven aan bepaalde aspecten. Dus ik heb bijvoorbeeld een vrouwelijke character gemaakt en die heb ik zwart gemaakt. En ze is ook nog eens een keer duidelijk lesbisch. Zoveel punten, dat betekent dat ik dan... dat ik het vakje lesbisch heb ik dan gecleared, weet je wel. Ja, maar waarom? Even terug naar de basis. Waarom? Nou, nee, ik bedoel, maar dat is het. Waarom? Maar je zou dus kunnen zeggen, wat ik dan denk... Ik bedoel, als dit niet over het aannamebeleid gaat, weet je, een personeelsbeleid. Als dit gaat over hoe developers in een game gecreëerd worden... Ja. Dan moet je dus zeggen van, ik zeg maar wat... Jij ontwerpt een game en de hoofdpersoon is een blanke man. Ja. Met een gesprek. Spierd bodytype, dus ja. dan komt deze tool erbij en zegt van dat mag nou, niet. Nee, dan zegt hij van dit moet een Oezbeekse dikke lesbische paarsharige. Nu ben ik ook allemaal stereotypes. Nou ja, maar nee, tuurlijk. Maar wat je gaat krijgen dus is dan van oké, ik heb dat type dus die witte gespierde man. Dat betekent dat ik dus ook nog wel minimaal dit en dat in mijn game moet krijgen om dat gelijk te trekken. Op die manier. Ja, precies. In this effort, the diversity space tool can clearly delineate between token characters and true representation. The tool identifies what stereotypical characters in different genres look like, which are not always the most conducive or representative of diversity. It helps identify those stereotypes with also helping creatives look closer at their design so they can dissect their own assumptions and presets. Het ding is, waar het nu eigenlijk om gaat, is dat we dus nu dermate... Weet je, dit is ook waar die discussie toe leidt. En dit roepen we ook zo vaak van, dit moet je gewoon doen. Je moet hier niet over lullen, je moet hier niet op gecanceld worden. Je moet gewoon vanuit jezelf gewoon vet dingen maken met allerlei soorten mensen in. En waarom? Omdat het
in jouw hoofd zit dat dat zo het gaat gebeuren. En nu gaan we dus naar een krampachtige shit toe. Dat je dus tools gaat krijgen om te zorgen dat het dus van alles en nog wat in je game zit. Het is... Weet je wat me aan de... Ik heb vroeger, voordat we GameKings hadden, heb ik een tijdje werk gedaan voor reclamebureaus. Ja. En ik kan me voorstellen dat die heel erg zou werken. Hoe dat werkt, is namelijk dat je verzint een campagne, weet je, en er werken allemaal mensen aan en wordt artwork gemaakt. En ik was dan meer bezig met tekst schrijven en dat soort dingen. Dat werd dan helemaal kant en klaar. En werd het, op een gegeven moment werd het in een soort conceptfase werd het gepresenteerd aan de klant. En dan zat die klant in een heel kut geairconditioned presentatieruimte, waar iedereen een soort van creatief zat te doen. En die klant zat dan te kijken naar zo'n overheadproject. En dan moest iemand, en dat is de kutste baan over. Ooit was dan de producer. Die moest dan een presentatie geven wat ze aan het maken waren. En het soort feedback wat je kreeg, er werden echt heel veel grappen over gemaakt. Het was altijd namelijk hetzelfde. En dat was namelijk van, we vinden het super vet. Maar die hele blauwe design, kan het ook groen zijn? Mm-hmm. Weet je? En het grappigste is niets zo moordend voor een creatief proces als dat. Ja. Weet je, ik bedoel, het doet namelijk het hele creatieve proces af. Het breekt het af en brengt het terug tot een tot een soort voorkeur die iemand heeft die mm-hmm. die is nergens op gebaseerd. Weet je? Terwijl misschien zit er een heel concept achter het feit dat de kleur blauw gekozen is. Ik zeg maar wat. Maar nee, weet je, er is gewoon iemand die houdt gewoon van groen. Weet je? Dus, en daarmee gaat je concept het raam uit. Mm-hmm. En dat is hier exact hetzelfde. Dus je weet je, stel je voor, jij bent een verhaalschrijver en je hebt een verhaal en weet je, de seksuele geaardheid van die personages doet er wel of niet toe en hoe ze er ook sterk ze zijn, dat heeft natuurlijk impact in het verhaal. En hoe ze in hun dialoog staan. Al die dingen komen samen. En dan is er een of andere kut tool die er een soort van formuletje of zo abstract. En dan gaat het stuk. En dat is precies wat je ziet maar waarom die kut games. Waarom hebben we een tool nodig? Nee, niet. Waarom? Omdat er zit daar gewoon een producent. Ja. Die wil gewoon zijn ass coveren. Die heeft gewoon geen zin in gezeik. En die heeft zoiets van, jongens, ga maar naar die tool kijken en pas je shit aan. Daar heb ik geen omdat gezeik. Omdat ze bang zijn. Ja, had ik een goed voorbeeld. Dat ik met een mediabureau, die wilde ik voor iets in een jury krijgen. En die zei tegen mij, ik ga niet in je... Ik zei van, wie zit er in de jury? Ik zei, nou, die. Die zei van, ik doe niet mee, want te weinig vrouw en te weinig kleur. Waarop ik zei van, nou ja, oké, kom zelf met iemand van kleur, weet je wel, als jij dat wil. Maar maak me geen reet uit, weet je. Ik heb hem nog niet kunnen vinden, maar ik sta er helemaal open voor. Mij maakt geen reet uit. Ja, die hebben we niet. En toen kwam ik een hele discussie van, hoezo heb je niet? Toen ging ik naar een website toe, die was helemaal... Echt bijna op toolmatige wijze aan het scoren, weet je wel. Maar je had gewoon moeten zeggen, wij gebruiken de King Tool. Hier is een artikel, ga maar lezen. Ja, maar daar bedoel ik van. Die hele website was één grote score, weet je. En zei, maar oké, dus jij eist van mij dat ik iemand ga zoeken van kleur. Ik heb niks tegen. Maar wacht. Toen werd het grappig. Toen zei ik van, maar waarom kunnen jullie die niet leveren? Ja, nou ja, goed, eerlijk gezegd, wij zitten nu al 4 jaar in dit probleem. Wij kunnen niemand van kleur krijgen, weet je wel. En toen zei ik... Toen dacht ik bij mezelf, zou het ook soms zo zijn dat mensen van kleur het niet heel erg tof vinden of anders geaardheid op een site voor een bedrijf te werken wat zo krampachtig... Want het is ook niet relaxed. Nee, wat je liet van de foto zien van de medewerkers, hadden een soort teamfoto. Ja. Het waren alleen maar blanke... Dus, maar die mensen hebben dan toch het idee van, ik word alleen maar aangenomen omdat... Ja, tuurlijk. Daar zit het probleem zit hem in die krampachtigheid. Dus een tool vindt in krampachtigheid. Dus blijkbaar kan een witte man of een witte vrouw die daar zit, die kan niet uit zichzelf denken van, ik ga tof en ik heb vette dieren. Het moet vanuit jezelf komen. Het is fucking racisme. Dat is wat het is. Nou ja, bijna wel, ja. En, nee, maar dat hele ding dat er zoiets bestaat als positieve discriminatie. Positieve discriminatie is gewoon discriminatie. Er is niks positiefs aan. En dat is het krankzinnige met deze wereld op dit ogenblik. Ik ken een goed voorbeeld van iemand die we allebei goed kennen. Ja. Een donkere jongen. En die werkt bij een gamesuitgever. En die was trots op het moment dat hij was aangenomen, dat ze tegen hem hadden gezegd, ja, we willen die donkere jongen hebben. Ja. Weet je, want dat speelt mee in... En ik heb echt zoiets van, het spijt me, maar dan ben je niet heel slim. Nee. Dan ga je gewoon werken voor een bedrijf wat aan racisme doet. Ja. Weet je, dat is gewoon... Ik bedoel, ik heb zoiets, als ik zo'n mediabureau, als ik dat zie, dan...
op lotten. Nooit meer. Nou ja, ik bedoel, het was een hele leuke discussie. En uiteindelijk hadden wij, want ik ben doorgegaan gewoon met mensen die ik tof vond zoeken. En uiteindelijk hadden we dus wel gekleurde mensen bij. Gewoon op maar wacht even, maar omdat zij racistisch zijn. Nee, ik ben dat niet gaan zoeken. Ik ben gewoon verder gegaan van, oh, jij doet het niet. Dan ga ik naar het volgende mediebureau. En daar staat toevallig. Ja, maar dan moet je een mailtje sturen en zeg je van, ja, sorry, we hebben toch een neger gevonden, weet je? Nou, maar hij komt een dansje doen. Van waar beoordeel je ons dan op? Want hij kwam van, ja, op racisme, dat was zo. Precies, we worden. Even kijken. Ik vind het heel goed dat je zo diplomatiek bent in die situatie. Ik zou dat niet zijn. Nee. Ik zou echt de telefoon ophangen en zeggen, krijg de kanker. Ja, het spijt me dat ik het zeg, maar dat zo ben ik dan niet. Het zijn gewoon racisten. Kijk, en dat, ik denk wel dat, dat het is die krampachtigheid in de wereld die volgens voor mij, dat is mijn mening, ervoor zorgt dat dus bepaalde minderheden of wat dan ook niet aan de slag moeten komen. En er zijn genoeg toffe van alle soorten, goede mensen. En die moeten gewoon aangenomen worden. Ja, maar laat ze zelf minderheden gaan aannemen. Weet je? Ik bedoel, als je op hun website kijkt, want ik kan me goed herinneren, en we hebben toen echt zitten lachen omdat ze een soort pagina waar alle medewerkers op staan. Het was niet alleen heel erg blank. Het was volstrekt blank. Ja, maar heel erg. Maar heel Amsterdam-Zuid. Ja. En dan vanuit die cultuur, dan denk ik van, als je werkelijk iets wil veranderen, ga naar Amsterdam-Zuidoost en ga daar mensen aan hem. Ga naar het, een mbo ze zijn er genoeg. Bij Sloterdijk. Ja. Ga daar kandidaten werven, weet je. En hou op met ons lastigvallen met je racisme. Ja. En dat is het. Ik kan me er echt over opwinden. Nee, dat is echt heel bad. Wat mij het bizarre hierin vindt, is dat Activision nu weer dit voor weer zo'n slip-up of wat bizar iets. En dan zeggen ze nu van, ja, ho, jongens. Nee, natuurlijk gebruiken we dit niet. Dit doen we natuurlijk allemaal heel erg menselijk met ons hoofd. En die tool, dat is allemaal niet bedoeld. Het maar gaat natuurlijk wel. Iemand heeft dat ontwikkeld. Die tool is er gemaakt. Waarom zou je in hemelsnaam, het is te krankzinnig voor woorden, dat je met een tool gaat werken om te zorgen dat er donkere mensen, homoseksuelen, wat in je game, dat moet er gewoon in zitten. Schrijf een vet verhaal. En exact. Als er homo's in zitten, whatever, man. Dan is nog steeds vet verhaal. Maar ga niet kampacht doen, want je sloopt je verhaal. En dat was mijn hele probleem met The Last of Us. Ja. Dat voelde zo ontzettend onnatuurlijk aan, weet je. Dat ik zoiets had van, ik vond het onspeelbaar. Het is dat scoren wat een beetje een probleem is. Gaan we namelijk door naar het volgende. En deze is ook weer zo leuk. Jim Ryan, de baas van Sony. Dat moet ik even zeggen. Op dit moment in Amerika heb je, volgens mij is het Wade versus Roe. Een uitspraak uit 1973. Ja, precies. Die wordt die abortus legaal maakt. Nee, helemaal niet. Waar die uitspraak over gaat, is dat staten wel of niet het recht hebben om specifieke uitspraken zelf te interpreteren. Ja. Daar gaat dit over. En abortus is een van die onderwerpen waar dit over zou kunnen gaan. Exact. Wat ertoe gaat leiden dat heel veel staten abortus niet meer legaal gaan maken. Nou, dat ook niet. Maar in ieder geval, waartoe gaat leiden, is dat bijvoorbeeld de staat zelf, dus de regering in Washington, kan bepalen voor alle staten wat wel en niet legaal is. Ja. Dus nu kan Texas zeggen van, wij doen geen abortus. En Californië kan zeggen, we doen het wel. Nou, als jij zwanger bent geraakt, wat tegenwoordig gewoon kan je. Jij kunt gewoon zwanger raken. Ja. En je wil het niet. Nou, dan ga je naar Californië en dan doe je daar een abortus. Maar straks zijn ze bang dat als zometeen Trump opnieuw gekozen wordt, dat in alle staten abortus legaal wordt. Wat helemaal niet gezegd is. Mm-hmm. Maar goed, dat is hoe tegenwoordig hoe gepolariseerd die wereld werkt. Ja. En hoe dat dan soort van geïnterpreteerd wordt door al die paniekerige, hysterische, debielen die je daar hebt. Dan krijg je dus dat. En nou goed, maar dat gaat daarover. Ja, en dat levert pittige discussies over. Voor mensen die zeggen van die pro-life is dan weer als je tegen abortus bent. En de mensen die zeggen van een vrouw heeft in alle gevallen altijd het recht om te beslissen over eigen lichaam. Ja. Ik ben wat meer aan het ene kamp. Ik ben meer voor dat vrouwen dat zelf moeten kunnen beslissen. Het is hun lichaam. Maar weet je wat het ding? Ja. Waarom zou je moeten kiezen? Ik ben bijvoorbeeld, ik ben voor dat vrouwen zelf mogen kiezen. Ja. Maar ik ben tegen moord. En ik weet het niet. Ik vind dat iedereen zelf de morele en
en ja, een beetje spirituele verantwoordelijkheid draagt voor de keuzes die hij maakt. Nee, tuurlijk, maar ik denk dat mensen dat ook willen. Alleen dus waartoe leidt is waarschijnlijk dat dit in bepaalde staten dus niet meer zou kunnen. Ja, maar dat is ook veel te kort door de bocht. Nou, dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Maar in ieder geval, ja. Die discussie leeft. Dat betekent dat, nou, zoals alles, of het nou corona is, of inflatie, of ja. Bitcoin of zo. Daar komen discussies over. En Jim Ryan heeft een mailtje rondgestuurd waarin hij zei van jongens, neem alsjeblieft geen standpunt in hierover. Nou, dat vind ik heel verstandig. Voor het eerst dat ik iets politiek, iets verstandigs hoor van PlayStation. Ja, terwijl hij natuurlijk wel ook eigenaar is van Bungie, die wel een standpunt inneemt, namelijk openlijk ook op een website. Wij zijn voor recht op eigen keuze van vrouwen. Ja. Het probleem is een beetje, dit natuurlijk binnen zo'n bedrijf, je hebt mensen die daarmee eens zijn, andere mensen die niet, dat zegt hij ook van, we hebben een groot bedrijf, zijn allemaal mensen met verschillende meningen, dat hebben wij hier ook, en dat gaat alleen maar misschien polariseren, moeten we niet hebben. Maar vervolgens heeft hij daar twee regels aan gewijd en de rest van het hele mailtje van een A4'tje vol ging over zijn kat. Okay. Over dat hij van abortus gehad. Ja, nee, dat hij jarig was en dat hij zo leuk was. En op een gegeven moment zei hij ook over dat hij een hond wilde nemen, want honden apporteren botten en allemaal dat soort dingen. En maar heel mensen hebben zoiets van, is die man koekoe geworden of zo, weet je wat ik bedoel? Nou, waarschijnlijk had hij dat al geschreven en toen moest hij nog even snel iets zeggen over die Roe versus Wade. En misschien is dat. Maar ik moet je wel zeggen, ik vind het. Weet je wat ik er zo raar in vind? Ja. Stel je voor hè, dat hier bij Blammel werken we allemaal samen en dan zijn we aan het praten over deze piepshow. Weet je, dan hebben we allemaal ideeën en whatever. Dan zijn we dat samen aan het doen. En dan zou ik zeggen, bij wijze van spreken, van vanaf morgen. Iedereen die voor Rusland is, die is een lul. En iedereen die voor de Oekraïne is, die is een good guy. En ik vind dat jij dat mag zeggen. Maar het enige wat je creëert is ruzie op het moment dat de ene voor Rusland is en de andere voor Oekraïne is. Waarom zou je dat doen? Nee, oké. Okay, maar goed, ik denk dat wij hier vaak genoeg discussies hebben over negen jongens en één meid bij elkaar. Ik bedoel, dat zijn heel veel meningen en dat verschilt van elkaar. Ik vind, het verschil zit er een beetje in en waarom ik dit wel een beetje krampachtig. Ik begrijp wat je bedoelt, ik ben het er ook mee eens. PlayStation moet niet zeggen, een tweet, PlayStation voor voor abortusrechten, weet je, of zoiets. Want dat is wat Bungie doet. Want ik snap ook wel, binnen zo'n bedrijf heb je, weet ik veel, 10.000 mensen werken, 15.000, weet ik veel wat. Daar zitten ongetwijfeld ook mensen die pro-life zijn. Die trapje gelijk. Het ding is ook, mensen mogen op persoonlijke nood niet meer op hun eigen social media zeggen van, nou, ik vind dit een slechte beslissing. En dat vind ik. Ik vind dat mensen. Zeggen ze dat ook? Nou, daar gaat het een beetje om. Wat mag nou wel en wat mag niet? Maar het is toch een heel genuanceerd onderwerp. Ja. Ik bedoel, je kunt toch zeggen van, nou, ik ben voor abortus binnen de eerste x weken, maar niet meer na de, weet ik veel, de 12e week of de 20e, whatever. Weet ik veel. Ik weet helemaal niets van abortus. Maar nee. Dan heb je zoiets van, ja, nee, want dan kan het kind zelfstandig leven, weet je, als het ter wereld zou komen. Maar in Amerika heb je bepaalde staten waar je bij wijze van een dag voor de bevalling een abortus kunt plegen. Wat betekent dat er gewoon een levend kind gewoon in de gehaktmolen verdwijnt. Nee, oké. Okay, maar daarvan heb ik zoiets van, sorry, maar dat is moord. Nee, nou, kijk, in El Salvador hebben ze dus de strengste abortusregel ter wereld. Daar, als je verkracht bent of een miskraam krijgt, er is nou net een vrouw tot 35 jaar gevangenis omdat ze een miskraam had en de regering. Wat omdat ze miskraam had? Ze had een miskraam en de regering zegt dat het abortus is geweest. Dus ze heeft 35 jaar gevangenisstraf gekregen daarvoor. God damn it. Het ligt heel genuanceerd. Maar ik vind het juist goed. Het krampachtige erin zit is. Ja, Jim Ryan doet er verstandig aan. PlayStation moet daar geen positie innemen, want dat. Je zit altijd. Je gaat altijd mensen in de haars. Het is juist heel genuanceerd. En het is zeer tof als mensen daar met elkaar over kunnen praten. Dat is het. En die krampachtigheid. En die heeft er ook mee te maken dat het meteen weer polariseert. Dat mensen er niet meer normaal met elkaar over kunnen praten. Ja. Maar meteen wordt het weer zwart-wit. En jij bent dit en jij bent dat. Dat maakt het zo lastig. En dat hij dat dan ook nog verpakt in twee regels over die abortus. Ja, jongens, dat gaan we daar niet over discussiëren. En mijn kat en mijn hond. Ja. Mensen hebben zoiets van, oké, maar dit snap ik niet helemaal meer. Maar wat het ook natuurlijk is, kijk, de medewerkers voor die game developers, het zijn altijd hele jonge mensen, weet je. Het zijn mensen, weet je, developers zijn net uit school, zijn in hun twenties. Die zitten misschien in die situaties. Nou, maar om heel eerlijk te zijn, die zijn ook gewoon nog niet zo heel erg slim. Die hebben gewoon nog niet zoveel levenservaring. Die hebben nog nooit echt zich verdiept in veel zaken. Die hebben een school afgemaakt en denken dat ze dan vervolgens de kennis in huis hebben om absolute meningen te verkondigen. En dat zie je ook, weet je. En daarom is die shit altijd zo fucking dom hiervan. En
ja, weet je, ik begrijp ook wel weer dat als je zo'n bedrijf bent, dat je, en je hebt gewoon allemaal van die zeurende kinderen die zitten van, we moeten iets met abortus, we moeten naar ons uitspreken en Black Lives Matter. Ja, dat is wel heel erg van... En dan krijg je, voor het weet zit er eentje een tool te maken, weet je, waar die een model te verzinnen, waardoor je een juiste mening over abortus vertegenwoordigt. Ik geloof heel erg in, je moet als bedrijf daar geen, of je moet als bedrijf unaniem ergens voor staan. Dat kan helemaal niet. Maar dat gebeurt zelden. Ik denk dat wij bijvoorbeeld, denk ik wel unaniem tegen bijvoorbeeld mishandeling van dieren zijn bijvoorbeeld. Dus ja, daar zou je iets of over... racisme. Of racisme. Dat soort dingen kun je allemaal heel unaniem. Weet je, als Ajax zegt van tegen racisme, ja prima. Is er iemand die zegt nee, boe, daar ben ik niet voor. Maar als ze dan vervolgens gaan zeggen van ja, nee, maar we hebben wel een tool die we gebruiken om het team samen te stellen volgens deze inclusieve normen die we, daar heb ik zoiets van ja, nou oprotten. Nee, maar, dat is racisme. Ja, want dan ga je het opleggen. Ten tweede, als er gewoon een als niet iedereen die mening is toegedaan. En dat weet Jim Ryan niet. Want die is niet langs alle 15.000 mensen afzonderlijk gegaan. Want je moet het ook niet in een groep doen. Dan krijg je groepsdruk. Ja. Dan weet je dat niet. Dan moet je dat niet doen. Dan moet je zeggen van jongens, namens PlayStation, wij gaan het niet uitdragen. Maar als je al persoonlijke nood jouw steun voor iets wil uitzeggen op een beargumenteerde, genuanceerde manier, feel free, weet je wel. Dat is de vrijheid. En mensen willen ook en masse dat bedrijven ergens voor gaan staan. Maar dat kan helemaal niet. Want je schaadt er ook weer de mensen zijn die dat niet willen. En, ja. Maar en dat vind ik, want dat zorgt ervoor dat uiteindelijk niks wordt opgelost. En daar word ik een beetje moe van. Van ja. Ik vind het ook krankzinnig, maar dat is mijn mening van hoe er gedacht wordt in Amerika over abortus en dat soort dingen. Ik snap dat niet. Maar het is mijn mening. En ik kan alleen maar voor mij spreken. Van ja. Dat ik dat niet tof vind. Maar ik kan het niet in iemand anders opleggen. Ja. Maar zegt hij ook van, daar mag niet over gediscussieerd worden. Nee, de medewerkers ik heb dat niet. Het is een hele korte. De mail hebben ze niet geopenbaard. De mail is ingezien door. Ik denk dat ze hem niet zomaar online flikken. Want dan krijg je waarschijnlijk een proces. Dus dat weet ik niet. Wat wel dan weer integraal getoond kan worden, is een uitspraak van de man met de mooiste naam van de laatste week. Hij is de CFO van Sony, Hiroki Totoki. Hiroki Totoki. Dit gaat over de Game Pass. Dat is een nieuwe game, man. Ja, inderdaad. Dit gaat over de Game Pass, wat natuurlijk gewoon een competitor is. Hij zegt, I will refrain from making comments on the competitor's strategy. Our current thinking is to have development cost appropriate R&D investment for quality products, and that will improve the platform and also improve the business in the long run. AAA titles on PlayStation 5. If we distribute that on the subscription services, we may need to shrink the investment needed for that. And that we will deteriorate the first party title quality. En dat is our concern. Oftewel, hij zegt van, die AAA-titels van ons, die ga je gewoon absoluut niet bij PlayStation Plus voorlopig, of misschien wel helemaal niet zien. En daarmee is Sony afgehaakt in de race. Dat denk ik wel. En aan de andere kant denk ik ook wel dat Microsoft nu ook ziet dat die absolute AAA, dat best wel lastig is voor Game Pass, omdat het heel lang duurt om te maken. Dus het zou me niks verbazen als dat Microsoft gewoon de wat meer naar de AA, maar vooral kijkt naar dat we regelmatig... Ik denk het niet. Want ik denk dat Game Pass zo cruciaal is in hun strategie. En zelfs de... Het is gewoon een kwestie van schaal. Mm-hmm. Weet je, als jij zegt van oké, Starfield komt eruit. Hij is exclusief voor Microsoft platformen. Ja. En hij zou 10 miljoen stuks verkopen in de eerste 3 maanden. Ik zeg maar wat. Ja. Nou, dan is dat zoveel geld. Als zij straks hun 2 miljard gebruikers hebben van Game Pass, dan valt het geld wat ze in de eerste 3 maanden valt in het niets. Tuurlijk. Dus als zij 40, 50 miljoen mensen bereiken die Starfield gaan spelen omdat hij bij Game Pass zit, nou, dan is het misschien de moeite waard. Nee. Als iedereen inderdaad, wat is het, 10, 12 euro in de maand betaalt. Wat Hiroki Totoki natuurlijk eigenlijk zegt is van, wij hebben gewoon het geld niet om het verlies te nemen. Ja, precies. En de vraag is dus nu, tot hoe lang zijn ze dat bereid? Maar dat is bij Netflix ook. Hè. Je ziet nu, Netflix gaat naar beneden. Die hebben nu dat moment van, fuck, we kunnen die content niet meer maken. Minder abonnementen, dus aandeelhouders, minder budgetten. Dat zijn die kritische situaties. Ga je dan nog verlies nemen? Of zeg je op een gegeven moment, jongens, we gaan het gewoon niet redden. We gaan het niet winstgevend krijgen. Microsoft is daar nog voorlopig wel even vanaf. Maar PlayStation kan gewoon met deze race niet aanhaken. En dat is nu wel duidelijk gemaakt. Dan tot slot, toch weer even wat onrust. Netflix inderdaad. Even kijken hoor. Wall Street Journal heeft geen premium subscription, zodat ik eruit geknikkerd word. Netflix die moet content maken. En die komen nu met wat dingen. Ja.
Zij hebben natuurlijk al een aantal keren gehad waarin, volgens mij was het dan iets wat niet zo woke was. En daar ging de hele woke gemeenschap over los. Waarbij werknemers ook zeiden, dan wil ik hier niet meer werken. Zij komen, zeggen ze, met een aantal projecten wat gezeik gaat opleveren. Dat is spraakmakend. In welke zin? Hebben ze niet gezegd, weet ik ook niet. En hij zegt zo van, jongens, ik wil met blanken. Ik wil gewoon eenheid binnen dit bedrijf. Ja. Wij maken dingen. Als je voor ons werkt, dan ga je misschien ook dingen moeten pushen als PR-man, man of technicus. Waar je zelf misschien wat minder achter staat, maar je houdt gewoon je bek. En als je het niet leuk vindt, dan donder je gewoon lekker op en dan ga je gewoon weg. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat, hier is ook weer heel veel ophef over dat dat niet moet kunnen. Ik denk, dan moet je je eigen Netflix beginnen. Als jij volledige zeggenschap wil hebben over de content. Hetzelfde geldt hier voor Blammo. We praten over alles. En soms hebben we ook een item dat iemand zegt van, ja, maar ik voel daar echt niks voor. Ik heb helemaal niks met die game. Wat ik zo interessant vind, hoor. Maar wat hier aan de hand is, is dat de jankende 20-somethings die bij Netflix werken, die hebben natuurlijk een hele sterke stem gehad in de richting die Netflix op is gegaan. Mm-hmm. Weet je, dat begon met series als Dear White People en goed enzovoort enzoverder. En dat heeft er behoorlijk ingehakt bij Netflix. Nou, we hebben het al eens eerder gesproken hoe ontzettend dat marktaandeel naar beneden aan te gaan is. Ze verliezen vorige maand volgens mij 200.000 gebruikers. Ja, en 2 miljoen verwachten ze dit jaar. Daarom, ja. Het is een bloedbad bij Netflix. Ja. Dus ik denk dat zij ook zich gerealiseerd hebben dat er inderdaad zoiets is als go woke, go broke of get woke, go broke. Dat is waar. Het gaat gewoon niet goed met die series. Nee. Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat de problemen bij Netflix veel fundamenteler zijn dan alleen woke content. Maar dat op zich doet er niet toe. Waar zij nu heel erg last van hebben, is die schreeuwende minderheid die bij hun werkt. Die gewoon zodra er een serie voorbij komt die niet helemaal voldoet aan de woke richtlijnen en aan het inclusivity model van King. Ja. Dan gaan ze lopen schreeuwen en het kantoor. Het wordt fucking eenheidsworst. Ja, dan snijden ze het snoer van de koffiezetapparaat door, weet je. En dan gaan ze gewoon wordt het vervelend. En dan kom je toch weer op dat verhaal van, het moet gewoon vette content zijn. En dan maakt het helemaal niks uit. Ik moet je hier gewoon echt gelijk in geven. En ik denk inderdaad dat de managers nu ook wel hebben ingezien van, het heeft niet zoveel zin. Want je kan uiteindelijk ook niet. Dan moet er een kanaal komen of dan moeten ze bij een kanaal gaan beginnen die alleen maar dat soort content maakt. En dan kunnen ze helemaal de content maken waar zij voor staan. Ik denk dat dat belangrijk is als jij niet wil werken. En we hebben het hier vaker ook over gehad. En het is vaak, ik snap het ook wel, niet zo makkelijk als je een hypotheek hebt in Amerika en kinderen en weet ik allemaal wat, om zomaar op te stappen. Maar als je werkt voor een bedrijf. Ja, maar als jij kinderen hebt om te voeden en ze moeten naar school en weet ik wat, dan ga je toch niet op je werk je bek openlopen trekken over hoe de diversity samenstelling is in de nieuwe serie die ze aan het ontwikkelen zijn. Nou, kijk, een andere prioriteit. Heb je toch een prioriteit om gewoon je kinderen. Dat sowieso. Ik denk wel, als ik iets zou voelen waar ik denk van, hey, maar dit staat niet helemaal waar ik voor sta, zou ik de discussie op een normale manier binnen het bedrijf zoals wij dat hier doen. Wij maken discussie met elkaar van, oké, jij denkt dit, ik denk dat. En dan spreek je met elkaar af van, oké, hoe gaan we dat aanpakken? En er wordt een lijn getrokken. En dat is gewoon dan de lijn van het bedrijf, punt. Als je daar niet mee eens bent, ben ik het gewoon wel van, ik kan niet mijn mening doordrukken als. Ja. Dus dan kun je 2 dingen doen. Of je houdt je bek dicht en je kiest inderdaad voor je zekerheid, totdat je misschien een andere baan kan vinden. Of je stapt op als het je echt. Als het echt niet kan, als je denkt van dit kan ik gewoon echt niet verantwoorden. Ik heb alle respect voor mensen die zeggen van, ja, maar al dat soort series, ik dat past niet bij mijn wereldbeeld. Prima, maar ga dan ergens werken waar dat wel zo zit, in plaats van dat je een bedrijf gaat omvormen waar je dus duidelijk niet de meerderheid hebt. Anders was dat al lang gedaan. En nu zeggen ze dus gewoon eigenlijk keihard. Het wordt ook een beetje gechargeerd natuurlijk weer. Het is een leuk quoteje. Maar wel zo duidelijk. Niet eromheen gepraat van, nee, als je het niet leuk vindt, nou, dan donder je gewoon op. Maar dat hadden ze veel eerder moeten doen. Dat denk ik ook. Maar wat ook het ding is, wat ik zo interessant vind, is dat, kijk, die hele reactie van die woke cultuur is natuurlijk een reactie op het tegenovergestelde daarvan. Mm-hmm. En dus als je, stel je voor dat je een soort bully-cultuur hebt waar vrouwen geïntimideerd worden en de hele tijd seksuele opmerkingen maken. Whatever. En dan krijg je nu slide de andere kant door. Beide is kut. Ja. Weet je? Dus als jij zegt van, ja, maar discriminatie is kut, maar positieve discriminatie is goed. Nee, beide is discriminatie. Ja. Beide is kut. Dus wat je moet opzoeken is de middenweg. Mm-hmm. Waarin iedereen zijn individuele mening en keuzes gerespecteerd worden. Ja. En dat is het probleem. Wat je ook bij Ubisoft zo ziet. Daar hing een bij wijze van spreken een soort van giftige cultuur. Ja. En vervolgens
moet dat dan gerepareerd worden? En wat krijg je? De tegenovergestelde giftige cultuur. En er wordt niets gerepareerd. Het is alleen een andere groep die aan het janken en aan het schreeuwen is. Mm-hmm. En dan heb ik gewoon zoiets van, ja, hoe krijg je het voor elkaar om binnen je bedrijf een genuanceerde cultuur te creëren waar er ruimte is voor ieders mening? Ja. Daar moet je wel degelijk weten wat je doet. En dan moet je wel degelijk naartoe groeien. Ja, en Netflix heeft nu misschien inderdaad de juiste toon gevonden. Dat zeggen van, luister, we willen die extreme niet meer aan beide kanten. Nee. Als jij denkt dat je kan lopen gillen hier en de boel op stelte kunt zetten als je het ergens niet mee eens bent, dan sodemiet je gewoon op. En anders dan doe je gewoon mee aan de genuanceerde discussies die er zijn. Nou, ze zeggen gewoon inderdaad gewoon letterlijk, be prepared to work on content you may not agree with. En dat vind ik op zich wel goed. Ik vind dat een mooie analogie die ik had met een voetbalteam. Als jij lid bent van een voetbalteam, dan krijg je een coach en die coach zegt, we gaan heel verdedigend spelen. Want ik denk niet dat jullie, we gaan heel verdedigend spelen. Als je zoiets hebt van, ja maar, ik wil aanvallend spelen. Ik vind dat echt, fuck, ik ga niet de hele tijd alleen maar lopen verdedigen. Dan kan je bijvoorbeeld vragen of naar een andere club kan. Want het is niet jouw spelstijl. Of je doet mee om te kijken wat de coach bedoelt. Exact. En je komt met een beter idee als het niet werkt. Maar je kan dus niet op je eigen houtje dan toch lekker aanvallend gaan spelen. Want dan is het eindresultaat helemaal kut. En dat is wat ze nu zeggen van. En dat heb ik ook als je creatief bent. Bij Blammo, we hebben team mening. We kijken allemaal tegen andere games aan. Dan zeggen we op een gegeven moment, oké, wat gaan we doen met deze game of met dit project? En op een gegeven moment maken we een idee. Ja. En heeft iedereen zijn woordje erover gedaan. Maar je moet op een gegeven moment een keuze maken. Dan maak je een keuze en zeg, oké, zo gaan we het doen. Weet je wel? En dan verder ook geen gezeur maar meer. Dat is dat normale gang van zaken die blijkbaar tegenwoordig niet meer kan. Maar jij, vroeger gingen bedrijven met elkaar paintballen of lasergamen of een middagje karten. Weet je? Waarom? Om mensen bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En dat gewoon heel simpel, oldschool teambuilding. Wat is daarmee gebeurd, man? Waarom is dat weg? Waarom is het zo'n probleem om mensen gewoon met elkaar lol te laten hebben, zodat ze naar elkaar toe groeien en misschien gaan staan voor elkaars ideeën? Omdat mensen niet meer openstaan en niet meer respecteren van, oké, ik denk zo en jij denkt zo. En willen dat hun mening de heersende mening is. Ja. En dat is natuurlijk wel wat je in entertainment nu ziet. En daarom al die dingen. Het is allemaal krampachtig. Het is bang zijn dat je geen punten scoort en dan weer punten gaan scoren met tools en al dat soort dingen. En het enige wat er gebeurt is dat mensen helemaal op de buik slaan van het lachen. En ook steeds de beweging die zegt, oké, jongens, we gaan nu echt te ver. Dit slaat helemaal nergens op. Ja. Die wordt groter en groter, waardoor de gevallen die wel degelijk om aandacht vragen ook nog eens een keer problematisch worden. Ja. Omdat die er niet meer doorheen komen. Dus het is bizar aan het worden. Volgende week, nee, we hebben deze week trouwens nog een special, een PGO special over retro games. En scams daarin. Althans, de opgeklopte waarde van retro games. Ook bizar. En volgende week hebben we dan weer een nieuwe PGO. Wie weet, vast wel weer met dit soort maffe voorbeelden.